Gert-Jan van Beek, je ploeg speelt met 1-1 gelijk hier in Velsen-Zuid bij Telstar. Welke emotie overheerst bij jou? Emotie? Nou, ik zit op dit moment niet zozeer in emotie hoor. Ik zit meer in het rationele, de wedstrijd analyseren. En ik heb al bij jouw collega's van ESPN mijn verhaal gedaan. En dat doe ik emotieloos. Ja. Wat kan je je ploeg verwijten vanavond? Niks. Helemaal niks. Nee, ze hebben hard gewerkt, ze hebben een goal gemaakt. Ze hebben goed verdedigd. Op één moment nadat we met 10 man stonden. Ik vind niet dat we goed genoeg hebben gevoetbald om ook echt aanspraak te maken op de 3 punten. Maar daar speelt de tegenstander ook een rol in. Ik denk dat we heel goed begonnen. We hadden na 6 minuten denk ik al met 2-0 voor kunnen staan. Nou, dat laat je liggen, dan krijg je het als-verhaal, dan wordt het waarschijnlijk een andere wedstrijd. Daarna vond ik wel, want ik had al verwacht dat zij snel druk zouden zetten. En door zouden sluiten van achteruit. Nou, dat deden ze de eerste 6 minuten, alleen dan kregen ze 2 grote kansen tegen. Ja, toen bemoeide Andries zich ermee en vond dat ze zijn ploeg moest terugtrekken. Ja, daar hadden we geen antwoord op. Toen bleven we met die lange ballen spelen, terwijl we middenveld een man over hadden. En dat deden we niet goed. Dus toen was het ook een wedstrijd waarin eigenlijk weinig werd gecreëerd. In de tweede helft heb ik aangegeven dat we meer via het middenveld moesten voetballen. Nou, en dat deden we ook in het begin tweede helft. De eerste kwartier 20 minuten was ik heel tevreden. Maakte ook dat doelpunt. Toen vond ik dat we door hadden moeten drukken. Voor ons was het jammer dat eigenlijk, hadden we steeds meer ruimte kregen omdat Telstar wat opportuner ging voetballen. Dat ik met 10 man kwam te staan bij een spelervatting. Bram die kreeg kramp en die moest eraf. En voordat ik iemand had in kunnen brengen, scoorde Telstar uit een corner. En die werd er weer opnieuw ingebracht voor de tweede keer. Toen gooide Telstar het systeem ook om. Die ging 4-3 spelen. En ik had het idee dat mijn voorhoede er wat doorheen zat. Maakte een wat ongelukkige indruk, niet de vorm van verleden week. Dus ik heb mijn hele voorhoede gewisseld. Ja, dat bracht ook wel weer dreiging, wat hoekschoppen. Maar dan moet het geluk een beetje mee zitten. En dan ben ik ook nog blij dat die aan de andere kant niet valt. Niet dat de dreiging nou heel groot was, maar er zijn ook zo van die wedstrijden. Als je met een vrije trap met z'n allen naar voren gaat en dan krijg je de counter om de oren, dan kun je zo'n wedstrijd nog verliezen. Dus ja, is het een gewonnen punt? Nee, dat niet. Zijn het verloren 2 punten? Nee, eigenlijk ook niet. We waren net niet goed genoeg vandaag om van Telstar te winnen. Bij rust dus in ieder geval breng je Pol in voor Lesqua. Ligt die wissels toe? Wij trainen donderdag altijd, woensdag, de 2 dagen voor de wedstrijd tactisch. En daar hebben we heel duidelijk aangegeven hoe we druk willen zetten. Dat we de bal op de buitenkant willen brengen. In het 5-2-3 systeem wat zij speelden, krijgt dan de linksback de bal. En dan, of de rechtsback in dit geval. En Thibaut zou dan druk zetten op de back van de tegenpartij. En die liet elke keer Bradley helemaal terug sprinten. En dan speelde hij vrije man aan de buitenkant. Het gebeurde vlak voor mijn neus en ik heb dat 25 keer aangegeven in de eerste helft. Ja, dan op een gegeven moment dan laat ik iemand anders warm lopen. Want dan, ik bedoel, mijn Engels is redelijk. Ik weet niet van Thibaut, maar we hebben het getraind. Ik heb het in de wedstrijd nog een aantal keren weer aangegeven. Ja, en hij blijft maar vrije man aan de binnenkant spelen, waardoor wij continu geen druk op de bal kregen. Nou, je hebt ook gezien in de tweede helft dat het veel beter ging. Daar is al Thibaut toch mee moeten in wat we afspreken. En het trainen doet hij het wel, maar in de wedstrijd vandaag deed hij niet. Dus ik ben wel benieuwd wat hij er zelf van vindt. Ja. Nou, jullie kwamen op 0-1, dus via Duivenstein. Koeman zag er niet echt heel lekker uit. Dan refereerde jij net ook al aan, eventjes bij die 1-1. Dat was een heel vervelend moment, hè? Want Bram van Vlerken, ja, die wilde er eigenlijk weer het veld in. Alleen het leek wel eventjes of de organisatie weg was toen. En dan valt prompt die 1-1. Ook aan die rechterkant? Ook aan die rechterkant, ja, maar dat is logisch. Hè? Ja. Er is een hoekschop. En die wordt goed verdedigd. Alleen iedereen loopt dan naar voren toe om de rebound te voorkomen. Ja, daarin, als ik het even goed herinner, verliest Thijs het duel. En de bal wordt weer ingebracht en er komt een schot op doel. Die wordt goed nog gepareerd door Michael. Maar die blijft een beetje midden voor de goal hangen. Telstar is wat attenter, zo heb ik het in ieder geval gezien. En ik denk dat als Bram, maar dat is ook weer,
dat zullen we nooit weten. Als Bram daar had gestaan, normaal aan die rechterkant, dan de kans was groot geweest dat de schop goal niet was plaatsgevonden. Maar dat is ook als, dat telt niet. Nou, slotfase, na die 1-1 breng je verse krachten in. Maar het wordt met name rommelig. Zij maken heel veel overtredingen. Scheidsrechter strooit met gele kaarten. Eén momentje wil ik er nog uitpakken. Want ja, Van Leeuwen lijkt gewoon getorpedeerd te worden. En vervolgens krijgt Leeuwin nog een gele kaart. Daar wint jij je ook vreselijk over op. Ja, kijk. Als je, wat voor niveau je ook gevoetbald hebt. Maar als je volle snelheid bent. En je bent net eerder bij de bal als je tegenstander. Die tegenstander probeert wel de bal te spelen, maar is te laat. En of die dan de tegenstander raakt of niet, alleen zijn inkomen, ja, maakt al, hè, de wijze waarop die inkomt, kan hij nooit blijven staan. Dus want je moet over een hindernis heen en dat is een uitgestoken been. Nou ja, en dus is hij uit zijn ritme en dus valt hij en rolt hij ondersteboven. En die jongen hoeft voor mij geen gele kaart te hebben of een rode kaart te hebben, maar dan is het in ieder geval een vrije trap. En hij geeft een ingooi van Telstra. Ja jongens, kom op hé. Dan zegt hij van ja, hij heeft hem niet geraakt. Ik zeg nee, gelukkig niet nee. Maar het blijkt ook nog zo te zijn als je de beelden terugziet dat hij hem wel geraakt heeft. Ja. Dus ja, waar hebben we het over? Ja. Nou, helaas 1-1. Gemiste kans denk ik, want jullie hadden uitstekende zaken kunnen doen. Wat is de conclusie van de avond? Nou, gemiste kans. Ik denk dat we een hele behoorlijke wedstrijd uit hebben gespeeld tegen Telstra. Een lastige ploeg, fysiek goed op orde. Een lastige speelwijze. En ik denk toch wel dat wij meeste het tempo van de wedstrijd hebben bepaald. Ook het beeld van de wedstrijd, hè, van de ploeg die het meeste voetbalde en de meest balbezit had, waren wij volgens mij, zo heb ik het in ieder geval gezien. De meeste kansen waren van ons. Ja, en je wint niet iedere week met 3-0. En je hebt ook een beetje het scoreverloop moet meezitten. Nou ja, we hebben het al gehad over de 10-man. Dat is ook een ongelukkig moment, terwijl het nog maar 1-0 staat. Ja, nou ja, in die zin zat het vandaag niet zo mee als tegen Topos.